President Desiree Boutersen heeft gisteren een bezoek gebracht aan de Memerebuku-kazerne. Reeds geruime tijd circuleren er geruchten als zou er grote ontevredenheid zijn in het leger. De president, tevens opperbevelhebber van het leger, werd naast de officiële structuren van het leger ook verwelkomd door enkele schoolkinderen. In de vergaderzaal werd de president welkom geheten door minister Ronnie Benschop van Defensie. President Boutersen gaf aan dat de berichten die hij ontving vanuit de defensieorganisatie iets wat verontrustend overkwamen. Ik moet zeggen, ook vanuit de Nationale Assemblee zijn er geluiden bij bereikt. En ik begrijp wel dat dit geen prettig gevoel is voor de opperbevelhebber wanneer hij wordt. Natuurlijk weten we dat binnen de, algemene economische situatie in het land, weten wij dat zaken in het verleden, een aantal jaren terug, veel makkelijker liepen dan vandaag aan de dag. Heel simpel, als u weet dat we in 2014 nog een economische groei hadden van 4,5%, welke binnen het Caribisch gebied, binnen Zuid-Amerika, niet geweldig, maar heel goed is. Zeker wanneer je kijkt naar de categorie waar Suriname toe behoort, tot de upper middle class, zoals ze dat betitelen. Om dan twee jaar later een terugval te maken, niet van 4,5 naar 3 of 2, maar terug te vallen naar onder de nullijn en ver onder de nullijn een negatieve groei, zelfs een inkrimping van 7,2%. President Boutersen zei dat de politieke tegenstanders daar gebruik van maken door te stellen dat het wanbeleid is. Voor Boutersen werd het ernstig toen een van de oudere militairen aangaf dat hij zijn dochterskosten niet kan betalen. Het leger is altijd de instelling geweest waar de militair en gezin vrij geneeskundige behandeling hebben. Parasinusab Seifsa. Isab Olanga Sandis net Telmoro. Dus ik schrok me de aap. Ik ken de situatie in het land. Ik weet dat het leger een bijzondere bijdrage levert. Is ook allemaal bekend of het nou ondersteuning is van het leger in zijn algemeenheid, van de genie, als het nou gaat om onderwijs te ondersteunen, als het nou gaat om volksgezondheid te ondersteunen, of welke ministerie dan ook. Afgelopen jaar hebben we de staat, heeft het leger de staat een aantal miljoenen bespaard. Dus ik kan me dan niet voorstellen dat juist dat apparaat het zo moeilijk heeft, dat de mensen niet eens aan aanmerking komen voor medische verzorging. Aldus president Boutersen, die gisteren een bezoek bracht aan de Memerebuku-kazerne, waar hij de problemen aanhoorde. Er is een voorlopige werkgroep in het leven geroepen onder leiding van majoor Klein, die alle zaken in kaart zal brengen. Deze werkgroep heeft 14 dagen de tijd om met voorstellen te komen.